Ik wil heel even iets vragen. Waarom zou ik me nou eigenlijk moeten beschermen op de piste? Het gaat steeds harder. Er zijn steeds meer... Zeker in ieder skigebied is er voor een funpark gemaakt. Voor de trucjes en de kunstjes. Dus het lichaam moet gewoon absoluut optimaal beschermd worden. Nou, om bovenaan te beginnen, de helm. De helm is sowieso niet meer weg te denken uit het skibeeld. Goede helm, zorg dat hij goed, sowieso de maat goed is. Dat hij goed stevig zit, anders biedt hij überhaupt weinig bescherming. En het is ook nog een optimaal middel als het echt heel koud is. Het belangrijkste eigenlijk voor de snowboarder is de backprotector. Ja. Gemaakt van een Kevlar materiaal. Heel dun materiaal en supersterk. Dus niet meer die oude beschermers die heel dik zijn. Dat je eruit ziet als een Michelin poppetje. Oh, ja. Met ook belangrijk dat hij heel ver naar onder toe doorloopt voor de onderrug te beschermen. Dan hebben we de crash pen, weet je. Ja. Met als allerbelangrijkste het beschermmiddel om het stuitje te beschermen. Dus snowboarders vallen ontzettend veel op de kont. Dus dat is heel belangrijk. Kan een heel pijnlijke aangelegenheid zijn. En de zijkant is met Kevlar afgewerkt voor de zijwaartse vallen. Dan hebben we nog de kniebeschermers. Ja. Zeker voor de snowboarders. Zit ontzettend veel op de knieën. En de val van de snowboarders meestal voorover polsbeschermers. Eigenlijk nog het belangrijkste van heel het set. Blessure nummer 1 bij de snowboarders is gebroken polsen. Dus ontzettend belangrijk, zowel voorover als achterover. Hebben we een losse vorm variant van. En eventueel het nieuwere zit hem vast in de handschoen. Alle officiële off-piste en freeride wedstrijden voor skiers en boarders zijn ze allemaal voor het complete pakket verplicht. Dus dat geeft al aan hoe belangrijk beschermmateriaal is.